Het is hier een samenspraak en een vervolg. Het is eigenlijk onze tweede samenspraak van de Avanzas. Een eerste samenspraak vond plaats tussen Maarten van Steenkisten en Patrick Lobuik. En dat was eigenlijk een samenspraak vol optimisme en positivisme. We waren toen begin juni en er vielen veel termen, zoals het Rijk der Vrijheid, dat leek voor ons te liggen. Vandaag zitten we helaas in een ander tijdsframe. De cijfers zijn niet goed, horen we continu. De vierde golf wint nog aan kracht. We krijgen regelmatig beelden van dokters en zorgpersoneel die hoogst ongerust zijn over het tekort aan bedden op intensieve zorg en die dikwijls ook aanmanen tot vaccinatie. Tegelijkertijd gisteren betoogden 35.000 mensen in Brussel voor vrijheid en tegen de pasjesmaatschappij. Politicoloog Stefan Walgraven die liet zich vandaag horen en die zei dat het de eerste keer was dat er een echte beweging is die zich tegen het beleid kampt en dat de traditionele media ook van de betogers een veeg uit de pan kregen omdat zij niet gehoord worden in hun stem. Onze gasten vanavond zijn professor Tom Balthazar, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Gent en tevens stafmedewerker bij Zorgnet Icuro. En daarnaast professor Paul de Hert van de VUB, professor in de mensenrechten en tevens gespecialiseerd in privacy. Ik moet ook professor Paul de Hert bijzonder bedanken. Hij kon vanavond in de afspraak gezeten hebben en we zijn bijzonder dankbaar dat hij wijselijk voor Avanza heeft gekozen. Maar dat duidt natuurlijk op de actualiteit van deze avond en we zijn beide sprekers bijzonder dankbaar dat ze met ons in gesprek willen gaan. Het is een samenspraak, dat wil zeggen dat we niet het hitsige, het heftige debat opzoeken, maar dat we echt allen, deelnemers, luisteraars, proberen ons in te leven in de meningen die op het eerste gezicht niet de onze zijn. En daartoe nodigen we iedereen vanavond heel graag uit. Ik probeer daarover zo goed mogelijk te waken. Nu, om eventjes terug te komen op die eerste samenspraak, een centraal thema voor mensen die er niet bij waren, was de verbondenheid en de vrijheid. Dus Patrick Lobuik die zei, dat is wel een interessante periode geweest, want we hebben dan echt weer kunnen nadenken over vrijheid. En vrijheid is niet het simpele concept, ik mag doen wat ik wil, maar vrijheid dat is wederkerigheid. En Maarten van Steenkisten die benadrukte ook die dynamiek tussen vrijheid en autonomie. En de mogelijkheden die de coronacrisis ons hadden geboden om rust te hebben, na te denken over wat echt belangrijk was. En die onderlijnde ook de veerkracht die heel veel mensen hebben getoond in dikwijls moeilijke professionele en psychologische omstandigheden. Dat is dan ook mijn eerste vraag voor de sprekers. We zeiden het dus al, we zitten nu in een ander tijdsframe als jullie terugkijken op het gepasseerde anderhalf jaar. Hoe hebben jullie die verhouding tussen vrijheid en verbondenheid ervaren? En ik geef misschien graag eerst het woord aan professor Balthazar, die een vijftal minuten krijgt om dat voor ons uit de doeken te doen, hoe zijn ervaring was in die twee belangrijke concepten. En vervolgens is het woord aan professor Paul de Hert. Dank u wel, Nathalie, en goedenavond aan iedereen in Kortrijk en allerlei andere regio's van ons land. Ja, ik had uit de voorbereiding van Nathalie begrepen dat de vragen eigenlijk twee waren. Hoe heb je de voorbije periode doorgemaakt en hoe kijk je daarop terug? En tegelijkertijd dan, hoe zie je de relatie tussen die twee concepten, autonomie en verbondenheid? Ik zal inderdaad toch starten van een stukje hoe dat ik dat persoonlijk doorgemaakt heb. Ik ben inderdaad jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht en daarnaast werkzaam bij Zorgnet Icuro, die de koepel is van alle ziekenhuizen en toch heel veel zorginstellingen in Vlaanderen. Het is een lastige, maar een boeiende periode geweest, omdat we natuurlijk heel veel vragen kregen, organisatie van de gezondheidszorg, financiering, beroepsregulering, beroepsgeheim enzovoort. En vanuit Zorgnet Icuro heb ik natuurlijk heel veel contact gehad met mensen in de gezondheidszorg. Dat was bijna wekelijks een vergadering van ziekenhuisdirecteurs en hoofdartsen. Ik heb gedurende een tijdje ook ingevallen in de sector ouderenzorg. En ik moet zeggen, ik heb daar nogal veel bewondering gekregen voor de enorme inspanningen die men gedaan heeft om zich te gaan reorganiseren in heel moeilijke omstandigheden en maximaal zorg te bieden, zowel aan COVID- en als niet-COVID-patiënten.
Ik moet zeggen, ja, als jurist en academicus probeer ik daarbij zoveel mogelijk probleemoplossend te gaan werken, constructief te gaan werken, te helpen waar mogelijk. En ik denk dat dat ook een ja, deel van de taak is die je hebt, ook als academicus. En natuurlijk, juridisch is het ook altijd belangrijk van alle rechten en waarden die zo essentieel zijn, tegen elkaar af te wegen en als een geheel te gaan beschouwen. Je mag nooit het recht op privacy geïsoleerd beschouwen, het recht op fysieke integriteit als geheel, als geïsoleerd gaan beschouwen. Je moet ze altijd gaan afwegen ten opzichte van andere heel essentiële rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op gezondheidszorg, zowel individueel, maar ook het recht op een goede gezondheidszorg voor een gehele samenleving. Daarnaast moet ik ook zeggen ja, dat ik toch nogal fameus veel respect... Nee, dat ik vertrokken ben zelf vanuit een respect voor de wetenschap. En wetenschap, dat moet je gaan beschouwen als iets, als een geheel, niet als een geïsoleerd artikeltje, een geïsoleerde stelling, maar als een geheel dat dikwijls toch wel alleen maar kan beoordeeld worden in zijn onderlinge verhouding door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. En ik moet zeggen ja, dat ik nogal wat bewondering heb gekregen voor de moed en de verantwoordelijkheidszin waarmee sommige wetenschappers en met name sommige virologen, zoals een Erik Rabiege, zoals een Herman Goossens, zoals een Pierre van Damme, toch het voortouw hebben genomen en getracht het beleid daarin te gaan adviseren. En ik heb tegelijkertijd toch ook wel heel veel begrip voor een aantal beleidsmakers die in een heel, heel moeilijke positie, in een complex land, in een politiek versnipperd land, geprobeerd hebben om soms te weinig voorbereid op echte crisissituaties deze crisis zo goed mogelijk aan te passen. Ik voel me niet geroepen om hen in alles te verdedigen, maar ik heb daar wel vrij veel begrip voor. En we hebben natuurlijk voor heel zware dilemma's gestaan, omdat de vrijheid fameus beperkt is geweest tijdens de voorbije 2 jaar. Vrijheid van ondernemen, van bewegen, van ontspannen. En dat heeft ja, pijn gedaan. Dat heeft mensen ook soms geraakt in hun inkomen. Wees het dat we gelukkig maar fantastische compensatiemaatregelen hebben gekend. Maar hoe dan ook is die ingreep geweest. In de gezondheidszorg zelf zijn er natuurlijk ook een aantal heel pijnlijke ingrepen gebeurd. Hè. Het beperken van het recht op bezoek onder andere, het uitstellen van zorg, dat zijn ja, toch wel aantastingen van fundamentele patiëntenrechten. En ik begrijp dat die zwaar wegen. In mijn ogen en in mijn emotionele inschatting waren die zwaarder. Begrijp ik meer de teleurstelling en misschien boosheid daarover dan over waar dat klaarblijkelijk er nu het meest over te doen is, namelijk het gebruik van de CST en de vaccinatie. Maar daarover gaan we het straks gaan hebben. En dan ja, de vraag autonomie en verbondenheid, welke relatie? Is het nogal vanzelfsprekend dat ja, autonomie, vrijheid heel belangrijke fundamentele waarden zijn die verder moeten blijven verdedigd worden? Maar in deze COVID-crisis natuurlijk is het bijna om 2 redenen onvermijdelijk dat er bepaalde beperkingen zijn. En die hebben nu eenmaal te maken met de aard zelf van die pandemie. Ten eerste, dat is dat de besmetting door hoofdzakelijk komt doordat mensen, het is zeer eenvoudig, maar zo is het wel, dicht bij elkaar in de buurt komen en dat ze aan elkaar de besmetting kunnen overdragen. Dus dat is al een eerste reden en dat kan een reden zijn voor straks even op de rug, maar ik weet dat mijn 5 minuten al hun einde in zicht hebben. Dus dat is al een eerste reden. Tweede, dat is dat de besmetting leidt tot ziekte en soms heel zware ziekte. En ziekte die heel langdurig zorgen kan veroorzaken, zeker bij sommige categorieën, waarvoor dat er dus enorm veel capaciteit en met name vooral een zeldzame, maar heel belangrijke capaciteit aan intensieve zorgen moet ingezet worden, waardoor dat uw globaal gezondheidszorgsysteem, en met name het recht op gezondheidszorg, van iedereen kan aangepast worden. Die 2 aspecten. Die kunnen alleen maar, dus het feit dat de menselijke contacten tot besmetting leiden en dat die besmetting een collectief goed, namelijk het recht op gezondheidszorg van iedereen dreigt aan te tasten, ja, leiden er bijna onvermijdelijk toe dat je moet bepaalde beperkingen gaan opzetten. 1 op contacten en dat je dus rekening moet houden met de grenzen van je gezondheidszorgsysteem. En dat je dus voor dat belangrijk collectief doel van ons gezondheidszorg voor allemaal bepaalde beperkingen ja, moet opleggen. Natuurlijk moet je nadenken welke, wanneer zijn ze proportioneel, welke zijn nodig. En dat is een gedeeltelijk wetenschappelijke, gedeeltelijk ethische, gedeeltelijk politieke discussie.
Lang is dat vooral gebeurd door beperkingen op te leggen op bewegen en op contacten. Dan is er het vaccin gekomen, dat natuurlijk heel veel hoop gaf en nog steeds geeft. Misschien iets minder dan een paar maanden geleden. Maar dat er toch nog altijd voor zorgt, één, dat diegenen die gevaccineerd zijn, minder kans hebben om ziek te worden. Als ze besmet zijn, veel minder kans hebben om die besmetting door te geven. En dan vooral, en dat is het allerbelangrijkste, wanneer dat ze ziek zijn, minder ernstig ziek worden en dus veel minder kans hebben om langdurig die schaarse elementen van de gezondheidszorg in beslag te nemen. En dat op zich, ja, verantwoordt dus ook dat je gaat gaan rekening houden met een verschil tussen wie wel of niet gevaccineerd is en dat er dus een aantal maatregelen waar dat we het straks zullen over hebben, zoals de coronapas en het minstens heel sterk aandringen, toeleiden, overtuigen en misschien zelfs in sommige sectoren verplichten van vaccinatie gelegitimeerd kan zijn, omdat er daar een heel groot collectief belang is voor de persoon waarmee je onmiddellijk contact hebt, uw onmiddellijke naast, maar vooral eigenlijk voor de gemeenschap als geheel, waar dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Dus ja, dat is hier binnen de 5 minuten die mij toegemeten waren. Enerzijds wat ervaring die ik had, hoe ik mij gevoeld heb in de crisis en mijn visie op autonomie en verbondenheid. En ik denk vooral dat in zo'n crisis toch wel heel belangrijk is van verantwoordelijkheid en moed te hebben. In de wetenschap te blijven geloven en daarom verdedig ik de meeste maatregelen. Ik vind het belangrijk om ze toe te passen. Tracht ik ze mee te helpen verfijnen. Ik noem dat geen lafheid, ik noem dat geen slaafsheid, ik noem dat geen kritiekloosheid, maar eerder een vorm van verantwoordelijkheid zijn en van zoveel mogelijk helpen om de problemen op te lossen. Tot hier wat ik bij wijze van inleiding wil zeggen. Dank je. Dank je, Tom. Dan geef ik nu graag het woord aan Paul voor exact dezelfde vraag. Dus professor Paul de Hert, hoe ziet u de verhouding tussen die twee concepten, vrijheid en verbondenheid, en hoe hebt u die de afgelopen periode beleefd? Unmuten, zal nog wel gebeuren. Goedenavond allemaal, ik ben Paul de Hert. Ik heb net als iedereen die periode meegemaakt met verbazing. Hè. Dus zeker de eerste lockdown en dagelijks voor de buis om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ik denk dat we dat allemaal gedaan hebben. En ik heb mij goed kunnen vinden in die eerste periode. Met de manier waarop we reageerden. En dus daar was mijn verbondenheid eerder groot. Maar geleidelijk aan is mijn verbondenheid toch wel met Vlaanderen en met België wat meer kritisch geworden. En dus ik hoor heel vaak de laatste maanden over zaken hetzelfde verhaal. En ik hoor geen tegenverhaal. En op de mainstream hoor je dus altijd dezelfde boodschap. En we hebben ongeveer toch nu die boodschap juist mooi samengevat gehoord, met een grote menselijkheid. Maar het intellectueel debat en de nood voor de mensen om zich te informeren, die vindt daar geen rust. En ik vond zeker geen rust bij de zenders, geen rust in de kranten waar ik eigenlijk mee ben opgegroeid. En dat creëert een vervreemding. En die vervreemding is niet weg. Er is nu de laatste week een omslag, toch? Ik heb mensen op de televisie gezien die ik in 10 maanden niet heb gehoord. Beetje opening in de mainstream. En dat doet plezier. Hè? Het maakt een beetje beter over de voorbije 10 maanden. Maar het creëert terug een geloof in die kracht van die samenleving om met argumentatie en rationaliteit problemen te overwinnen en we hebben die nodig. Dus verbondenheid is ook iets dat tot uitdrukking komt in een wil om uitdagingen aan te gaan en gevaarlijke zaken te kunnen begrijpen en de juiste hoe-vragen te stellen. Hoe pakken we die aan? Voor mij heel belangrijke vragen, hoe? Hoe pakken we die dingen aan? En ik heb die hoe-vraag te weinig gehoord de laatste 10 maanden.
En dus dat creëert absoluut geen verbondenheid. En als ik dan al verbondenheid heb gevoeld, is dat met de groep van mensen die ontevreden is geworden over die gang van zaken, die men dan in het antivaxkamp heeft geduwd, terwijl dat niet noodzakelijk hoeft, want ik voel mij verbonden met heel veel mensen die gevaccineerd zijn en die blijven nadenken en die hoe-vragen stellen. Maar dus wat ik dan vaststel is, zeker omdat je één partij niet toelaat tot dat publiek gesprek, ken je die partij ook niet. En dus dat is de vraag die vandaag eigenlijk voor mij heel belangrijk is. Wat weten we over niet-gevaccineerden en mensen die kritisch zijn? Zijn het lager opgeleide? Zijn het hoger opgeleide van groen? En welke politieke strekking hebben? Of gaat het over meer? Enzovoort. En het is goed om toch eens even stil te staan bij die groep mensen die zondag toch tot schrik van de politie en verrassing van de politie in grote aantallen gekomen is. Want het zijn heel uiteenlopende mensen. En het zijn ook vooral gewone mensen. Dus mensen waar ik me in herken, mensen die net als ik zich vragen stellen. En dus waarom zijn mensen op straat gekomen? Religie. Dus dat is zeer belangrijk. Er zijn mensen die religieuze bezwaren hebben tegen vaccinatie. En we kunnen daar heel gemakkelijk overboord gooien. Maar dat zou ik niet doen. Mensen die van hun artsen hebben gehoord dat hun gezondheidstoestand het niet toelaat om zich te vaccineren. Er zijn medische redenen om voorzichtig te zijn. Mensen die in het verleden desastreuze gevolgen hebben ondervonden van medicatie. Medicatie die te vroeg of ongecontroleerd op de markt is gegooid. Mensen die plots zien dat familieleden gezichtsverlammingen krijgen. Of mensen die vaststellen dat net na vaccinatie mensen overlijden en terecht of onterecht een link leggen. Jonge mannen die horen over hartproblemen en hartklachten en de risico's, dergelijke risico's, nemen toe, zeggen de cijfers bij vaccinatie. En vrouwen die zich vragen stellen over hun vruchtbaarheid en die nog plannen hebben om zich om leven te geven. En dat is een grote groep. En dus peil.nl schat die groep op 300.000 vrouwen in Nederland. Dat is geen kleine groep. Mensen die COVID al hebben gehad tijdens de eerste golf. En daar is fantastisch veel over te lezen, hoe capabel die mensen zijn om via natuurlijke immuniteit al die varianten aan te kunnen. En hoe lang dat die werking en blijft. Dus daar is initieel hebben we dat op 6 maanden gezet, maar vandaag blijkt uit onderzoek. We kunnen straks met voetnoten beginnen goochelen. Maar vandaag blijkt uit onderzoek dat die mensen heel veel resistentie hebben opgebouwd. En een heel, heel kleine kans hebben om het ooit nog opnieuw te krijgen. En dan ook analyses over oversterfte in landen. Dat horen mensen. Is dat waar of is dat niet waar? Zijn dat correlaties of zijn dat verklaringen? Daarvoor heb je natuurlijk een publiek debat nodig om dat uit te klaren. En bij uitstek op de mainstream. Er zijn dus een 8-9 argumenten die mensen zaterdag op straat hebben gehad. En er waren nog andere mensen, zoals ik, die bezorgd zijn over die hoe. Die hoe-vraag heel belangrijk vinden. Hoe geven we zorg? Wie geeft er zorg? Hoe organiseren we de zorg? Hoe zit het met, ook in die eerste periode, hoe zit het met machtsuitoefening door een minderheidsregering en een regering bij noodwetgeving? Dus dat zijn zaken die heel veel aandacht verdienen. En die mij dan ook zondag hebben op straat gebracht in Brussel. Met een gevoel van, daar moet ik zijn. Dat zijn de zaken waarmee dat ik mij verbind. Maar ik verbind mij dus in de eerste plaats met al die mensen die oog hebben voor elkaar. En dus nog eens een stereotypering van de mensen die er zondag waren, dat zou ik wel spijtig vinden. En dus ik hoop eigenlijk met die kleine inkijk te laten zien dat er heel diverse redenen mensen kunnen brengen tot een COVID-kritische positie. En dat is mijn positie. Oké.
Dank u wel, Tom. Dank u, Paul. Ik zou nog eventjes... Een aantal mensen hebben de weg al gevonden tot de chat, maar ik zou ook willen zeggen, als jullie in de loop van het gesprek vragen hebben, stel ze gerust op de chat. We gaan daar niet meteen op ingaan, maar we gaan die vragen wel bundelen en proberen er een aantal van te stellen na het gesprek tussen Paul en Tom. Misschien ja, maar meteen naar de kwestie die nu voor... ja, toch wel wat ophef zorgt. Het Safe Ticket. En ik zou... Er komt hier iemand die ik hoor, maar het is liefst Paul en Tom in, die we horen. Dus het COVID Safe Ticket. Ja, het is nu zo dat tot de horeca, tot heel wat publieke plekken, zoals zwembaden, culturele centra enzovoort, dat je dus enkel nog binnen kan met je COVID Safe Ticket. Wat inhoudt, ja, ofwel ben je gevaccineerd, ofwel heb je voldoende antistoffen, ofwel moet je je aantonen via een test dat je op dat moment COVID-negatief bent. Dan mag je binnen en anders, als je dat niet doet, kan je niet in die instellingen binnen. Dat leidt tot wel wat kritiek op deze maatregel. Ik wil benadrukken dat we hier met twee juristen... ik zou zeggen rond de tafel, maar rond de computer zitten. En ik wil jullie eigenlijk de vraag stellen, dat COVID Safe Ticket, is dat eigenlijk discriminatoire? En is dat een inbreuk, vormt dat een inbreuk op de fysieke integriteit van mensen? En ik zou die vraag graag eerst stellen aan Tom. Vervolgens zullen jullie wel... geef ik het woord door of gaan jullie in debat? Ja, dat COVID-safety-ticket is natuurlijk, enfin, het is eerst als kader Europees geconcipieerd om een wat gelijkvormigheid te gaan brengen, om onder andere de mogelijkheid tot reisbeperkingen enzovoort duidelijk te gaan regelen. En zoals je zelf gezegd hebt, het bewijst ofwel dat je gevaccineerd bent, ofwel dat je recent getest bent, ofwel dat je de ziekte doorgemaakt hebt tijdens de voorbije 6 maanden. De eerste en belangrijkste bedoeling was natuurlijk om ervoor te zorgen dat er daardoor een veiliger omgeving kon gecreëerd worden en dat in bepaalde omgevingen mensen die konden bewijzen dus dat ze ofwel getest waren ofwel gevaccineerd waren, dus die over het COVID-safety-ticket konden beschikken, daar konden aanwezig zijn op een veilige manier en dat eventueel een aantal beperkingen zoals afstand, mondmasker enzovoort konden verminderd wordt. Dat was de eerste en belangrijkste reden waarom dat het ingevoerd is. Daarnaast, in mijn ogen is dat niet de belangrijkste reden, maar het is daarvoor ook gebruikt en ik vind ook dat het daar mag voor gebruikt worden, is het de manier om mensen aan te zetten om zich te vaccineren, te wijzen op het belang van vaccinatie. En het is inderdaad een zekere vorm van drang. Zeker in Frankrijk bijvoorbeeld is het vrijwel meteen daarvoor ingezet. Ja, is dat discriminerend? Het zorgt inderdaad voor een zeker onderscheid, maar er zijn natuurlijk bepaalde vormen van discriminatie die kunnen verantwoord zijn. Eén, wanneer dat ze gelijk zijn toegepast, wanneer dat ze objectief zijn en wanneer dat ze voor een belangrijk hoger doel worden toegepast. En hier dat belangrijk hoger doel is natuurlijk de bescherming van de volksgezondheid. In die zin denk ik dat dat inderdaad kan verantwoord zijn. Het is niet leuk, maar er is ook wel heel gemakkelijk aan te ontkomen, namelijk door je te laten vaccineren, kosteloos, soepel georganiseerd in ons land en, in mijn ogen, met wat ik daarover lees, ongevaarlijk. En voor de weinigen bij wie dat er ernstige medische redenen zijn, zijn er ook wel mogelijkheden om daar niet te moeten aan voldoen. Dus in die zin denk ik niet dat dat een ongehoorde discriminatie is. Overigens is het zo, en dat is wel belangrijk, voor echt essentiële diensten, zelfzorg krijgen bijvoorbeeld, boodschappen doen, naar je werk gaan. Dus voor het echt belangrijke wordt het op dit moment niet gebruikt. Dus het is niet zo dat je helemaal geen kansen meer hebt in de samenleving. Maar er zijn inderdaad een aantal zaken die moeilijker zijn zonder dat COVID safety ticket, omdat je ofwel moet laten testen ofwel moet laten vaccineren. Maar het is dus relatief gemakkelijk om aan de effecten van dat zogenaamde onderscheid te gaan ontkomen. Dus in die zin is het niet zo
discriminatie zoals dat die bestaat op grond van ras, geslacht, inkomen, zaken waar je niks kan aan doen. Je kan het heel gemakkelijk en eenvoudig vermijden. Dus in die zin zie ik daar persoonlijk geen probleem in. Denk ik ook dat het juridisch gelegitimeerd is. En overigens, ja, het is ook wel aanvaard in het parlement enzovoort in een democratische samenleving. Ja. Dus ja, Tom stelt eigenlijk, het is eenvoudig om eraan te ontkomen. Je kan je laten vaccineren en het is gelegitimeerd proportioneel in de huidige crisis. Paul, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb toch... Ik luister graag naar Tom, hè. Dus familie Balthazar heeft sowieso een aangename stem. En ik hoor ook dat er een voorzichtigheid is die zeker in het begin rond die pas niet was. Hè. Dus het klopt dat dat een Europees instrument was. Het doel was niet, in tegenstelling tot Tom, denk ik niet dat het doel veiligheid was, als eerste reden, maar dat is een mooi, zeker een tweede doel. Maar een doel was voor Europa om de open grenzen te garanderen. En dus daar was ik voor. Hè. Het vrij verkeer van personen in Europa, de mogelijkheid om op vakantie te gaan, dat is belangrijk. En dat doel kan je bereiken door tussen staten af te spreken met die drie formules, die drie certificaten, gaan we dat, die vrijheid, die heel belangrijk is, laten. Ja. En als dat het doel was, en dat was het doel, hè, vrij verkeer van personen neergelegd in de Europese verdragen garanderen, dan was ik ervoor. Maar hè, wat ik nu merk, is dat Europa bang is en niet doet wat het zou moeten doen. En wat het zou moeten doen, is ervoor zorgen dat landen als Oostenrijk en landen als Zweden, die bijvoorbeeld voor elke Erasmus-student een vaccinatie vragen, wel, die landen moeten terechtgewezen worden. Want die werpen obstakels op die de vrijheid, het vrij verkeer van personen tegenhoudt. En als Europa dat nu zou doen, dan was voor mij die coronapas als instrument tussen staten oké. Ja. En Europa doet dat niet. Maar het is duidelijk dat als meerdere landen gaan doen wat Oostenrijk doet, ja, dat Europa een gewetensprobleem zal krijgen. Het is een Four Fundamental Freedoms of Europe. Ja. Het was de bedoeling van die pas om die mobiliteit toe te laten. En als landen zich daar niet bij neerleggen, dan moet er opgetreden worden. Dan moeten landen een sanctie krijgen enzovoort. Dus ik al mijn respect voor landen die blijven het corona... de drie corona-certificaten respecteren. En het voorbeeld van Oostenrijk circuleert als een mogelijk model, maar het is echt Europees gezien fout. Ja? Dus ik vind dat Europa hier moediger moet zijn. Nu, de uitrol van die pas in die samenleving door lidstaten, dat is voor mij een zeer triestige zaak. Ik vind dat dat niet werkt. Ik vind dat dat wel discrimineert en ik vind dat de privacy daaronder leidt. Dus, en ik heb dat al vaker uitgelegd in media, dus het is een beetje aan de moderator, Nathalie, misschien wat door te vragen. Want, ja, het werkt niet. Dat is natuurlijk... het werkt niet. Waarom werkt het niet? Ja, professor Balthazar, werkt het wel? Ja, er is nu een uitgelekt document van de GEM, van die experten. En die zeggen, we gaan niet meer over COVID-safe spreken, want het is niet safe. Dus ik denk dat we... hier allemaal, degene die hier zitten, die discussie kennen en weten dat er lekken zitten in die zaak. En dat je dus, als je naar het restaurant gaat, buiten zitten de niet-gevaccineerden en die letten op hun gezondheid. Binnen zitten gevaccineerden die best besmettelijk kunnen zijn. Dus als er in uw familie hoge risicopatiënten zijn, raad ik u absoluut af binnen te gaan zitten. En mijn aanbeveling is echt, ga buiten zitten bij die... bij die niet-gevaccineerden en die andere mensen die wel op hun gezondheid letten. Dus ik denk dat over die garantie het duidelijk is. We spreken nu tegenwoordig ook meer en meer. Let op de woordjes. Hè. Het wordt de coronapas, zachtjes. Coronapas. Hè. Maar het wordt dus niet meer de COVID-safe-pas. En dus dat horen we minder en minder. Dus het werkt voor mij onvoldoende. Maar zou het, als we kijken naar de veiligheid, zou het niet sowieso voor iedereen beter zijn als je echt het allerbest wilt om allemaal buiten te zitten? Ja, maar ik heb andere modellen voorgesteld, maar dan moet je losgeraken van die coronapas. En ik denk dat gezondheid belangrijk is, daarvoor zitten we hier ook samen. En ik heb in mijn publicaties ook al gewezen op, kijk, als we gezondheid echt belangrijk vinden, hoe gaan we dat dan doen? En ik werk op twee universiteiten
mijn Nederlandse universiteit test iedereen. Ja. Dus ofwel gaan we die valse schijn ophouden en gaan we een ongelijke behandeling die ongezond, risico's voor ongezondheid creëert en die niet uit te sluiten zijn. Ja. Ofwel gaan we gewoon iedereen aan dezelfde regels onderwerpen, zoals mijn werkgever in Nederland doet. Daar sta ik volledig achter. En ik heb dat ook op de documentaire Tegenwind uitgelegd. En waar we nu naartoe moeten, is heel duidelijk aan een heleboel mensen, vooral de gevaccineerden, uitleggen hoe dat ze zorg kunnen dragen voor de gezondheid van anderen. En dat zie ik veel meer gebeuren bij de niet-gevaccineerden. En ik ben vrijdag naar een seminar geweest in Brussel. En iedereen moest zelf testen afleggen. Ik was de enige die wist hoe dat werkt. Ja. En dan installeer ik daar een CO2-meter, waar we heel de dag rekening mee hebben gehouden. Ramen open, deuren open. Ik heb aan iedereen mogen uitleggen wat PPM is. Vorige vrijdag. En al die mensen nemen actief deel aan debatten en leggen mij vaak uit dat ik te radicaal ben in mijn visies op gezondheid enzovoort. Die wist nog niet wat een zelftest was. Ik moest het pakje voor hun open doen. Ik moest de testkaart tonen. En dus vandaar mijn oproep. En dat zijn de adverse effects of die COVID-safe-pass. Want we kunnen beginnen over de vrijheid van die egoïstische niet-gevaccineerden. Maar ik heb het hier over de zorg als collectief goed. En ik denk dat we met die COVID-safe-pass echte foute instrumenten hebben ontwikkeld. En ik pleit dan ook voor meer radicale veilige instrumenten. En ik ken verhalen van mensen die duidelijk weten dat ze het hebben. Die gaan een PCR-test halen, dingen waar ik allemaal overheidsgemedieerd, wat ik dus slecht vind. Hè. En twee dagen lang gaan die nog naar restaurants, iedereen besmetten, totdat de uitslag komt, u bent positief. Die nemen dus niet hun verantwoordelijkheid. Hè. En dan moeten we toch allemaal laken. Hè. Die mensen hadden moeten thuisblijven, maar die PCR-testen, die veel preciezer zijn dan zelftesten, wat niet wil zeggen dat die zelftesten niet een serieuze indicatie geven. En dus die PCR-testen, die hebben tot hiertoe samen geïntegreerd in die COVID-safe-testen, niet de gezonde, veilige omgeving gegeven die ik belangrijk vind voor mensen met hoge risico's. En dus we moeten opnieuw, dus als je thuis bent, als je ziek bent, blijf dan thuis. Dat is een belangrijk uitgangspunt dat we echt moeten herstellen, heel belangrijk maken. Ook arbeidsrechtelijk moeten afdwingen, met kleine sancties, niet direct ontslag, maar er zijn genoeg andere sancties voor mensen die dat niet respecteren. En dat is een oude geestel van de Belgische gezondheid, dat we daar te laks in zijn. Een paar pijnstillers en we gaan naar het werk. En nu, met die gevaccineerden, en ik zie ze rondom mij, is de impact van die besmetting anders. Bij sommigen is die hevig, bij sommigen is die getemperd. Enkele pijnstillers en toch gaan werken, ik heb er meerdere gezien. En daar wil ik niet aan meedoen. Ik wil dat een werkplek veilig is. En ik bepleit dan wat mijn Nederlandse werkgever al een maand doet. Hè? Dus een zelftesten, een verplichting voor iedereen die de werkvloer betreedt, omwille van die collectieve gezondheid. En daar heb je dus geen COVID-fake pass voor nodig. Dat hoeft ook niet in mijn relatie met de werkgever. Dat is een instrument dat ik niet efficiënt vind en ook misplaatst. Discrimineren absoluut wel, maar dan ga je natuurlijk... heel die criteria kan dat juridisch duiden. En ik vond dat Tom dat prachtig gedaan heeft. Wordt het op een gelijke manier toegepast? Wat is het belang? Wordt er een hoger belang mee gediend enzovoort? Maar daar hebben we de wetenschap voor nodig. En ik heb geloof ik aan Tom beloofd dat we niet met voetnoten gingen smijten aan elkaar. Maar ik denk dat de laatste inzichten zo'n echte... oprechte discriminatietest niet overleed. Allee, dus dat door die nieuwe inzichten, we weten dat die overbesmetting vanaf de Delta-variant en alle varianten en subcategorieën van de Delta-variant, dat we dat instrument moeten bannen. En ik pleit daar ook voor. Ik pleit er ook voor om die COVID-safe uit het maatschappelijk verkeer te nemen. En ik ben dan... En ik denk dat het helemaal anders kan en moet. Ik hoor u zeggen... dat de gevaccineerden ziek binnenkomen, zich niet testen, dat vind ik wel een straffe uitspraak. Ik denk dat er ook gevaccineerden zijn die ook ziek buiten komen, zelf testen als er signalen zijn. Maar ik wil wel graag de vraag stellen aan professor Balthazar.
Ja, wat denkt u van dat alternatief systeem? Stel dat er geen COVID-safe ticket zou zijn, zou het testen ons een even veilige maatschappij kunnen opleveren? Ja, testen is een van de onderdelen van een andere strategie waar ik rond gewerkt heb. Dus je moet de vraag wel correct stellen, Nathalie. Ik denk dat het anders kan, met een batterij aan maatregelen. Ik heb ook ventilatie genoemd. Zeer belangrijk voor mij. En ik kan het niet verdragen dat we nu nog... En we zitten in november. Ik moet vergaderen in lokalen zonder display. En dus niet een display met een groen lichtje, een oranje lichtje en een rood lichtje. Een display met een duidelijke indicatie van het aantal CO2-eenheden in de lucht waarop ik kan handelen. En waarop ik desnoods het vergaderlokaal kan verlaten. Dus ik wil mijn voorstel rond die zelftesten niet zomaar te grabbel gooien voor wat spot en kritiek. Het is een deel van een verantwoordelijk systeem dat veel uitgebreider is. Oké. Okay. Vat ik het juist samen? Zelftest in combinatie met ventilatie? Een batterij van maatregelen. Voor de duidelijkheid, ik heb ook al eens een zelftest gebruikt. Ik denk dat ik het min of meer correct gedaan heb. En als ik les geef, kijk ik ook wel naar die CO2-meter. En ja, zetten we af en toe eens de ramen open. Ja, het is niet zo dat, en dat weten we natuurlijk wel nu sinds een paar weken, dat door die COVID-safe pas alle andere maatregelen die nodig zijn behoren te verdwijnen. En dat de persoonlijke verantwoordelijkheidszin behoort te verdwijnen. Maar ja, ik denk dat je toch niet in zo'n grote volksgezondheidscrisis alles kan laten afhangen van individuele goodwill. Je moet zoveel mogelijk proberen vertrouwen op verantwoordelijkheidszin van de mensen, maar ervan uitgaan dat iedereen zich elke dag of om de 2 dagen zal testen met zelftesten die toch ook, denk ik, een 7 of 8 euro per stuk kosten. Dat kan je toch niet oprekenen. Dat kan je toch niet permanent opnieuw blijven herhalen. En het is inderdaad, en dat is een nuance die nu correct is, dat het niet heel die COVID-safe ticket of COVID-safe pas geen volstrekte zekerheid biedt. Maar het is toch wel een belangrijke vooruitgang in de richting van veiligheid. En het is inderdaad, en dat mag wel gezegd worden, een bepaalde vorm van stimulans tot brede vaccinatie. Stimulans die niet op zich mag staan. Hè. Zo, het moeten zoveel mogelijk andere zaken komen. Overtuiging, goede uitleg, individuele gesprekken, van alles en nog wat. Ernstig onderzoek naar beweringen over, of verhalen over bijwerkingen of gevaren. Dat moet allemaal gebeuren. Maar ik denk dat het altijd gelegitimeerd blijft. En dus, ik denk een systeem waarbij je gaat gaan zeggen, we gaan het nu in een pandemie die waarbij uitstek dat een populatiebreed probleem is, dat alleen maar laten afhangen van verantwoordelijkheid zijn van mensen die zich individueel testen, dat lijkt mij wat gevaarlijk. Jammer. Tom, ik vind het spijtig dat je de denkoefening niet maakt, maar misschien is het wat te jong. Maar bij wijze van provocatie, als ik mag kiezen tussen een samenleving met zelftesten, ventilatie en verantwoordelijkheid zien, of een samenleving met het vaccin, ik weet wat te kiezen. Ja, dat is duidelijk een filosofisch verschil. En los daarvan, dat misschien alleen nog gezegd, want we moesten wat genuanceerd zijn in de samenspraak, wees het dat natuurlijk al dat het mogelijk precedent van de passen en de controle enzovoort, en het feit dat het niet alleen door publieke overheden, maar ook private partners gecontroleerd wordt, dat dat wantrouwen opwekt, dat men daar bang voor is, wat dat een precedent is, daar kan ik veel begrip voor opbrengen. Ik ben ook nog een zeer actief lid geweest van de Liga voor Mensenrechten. Ja, er is natuurlijk een evident gevaar dat een dergelijk model zich zou gaan installeren. Daarom moet je daar voorzichtig en terughoudend mee zijn. Dat is zeker. Maar ik ben blij... zeer beperkt in de tijd zijn? Nathalie, niks is. We moeten daarmee oppassen. Maar ik ben blij dat... Het duurt langer dan dat we gehoopt en verwacht hadden. Hè. Maar ik vertel... Ik ben blij, Tom, met die opening. Ten eerste, de Liga voor de Rechten van de Mens wil ik prijzen als een van de belangrijkste stemmen in ons landschap. Hè. In heel die
COVID-periode, lockdown-periode. Ze hebben belangrijk werk gedaan en op een unieke manier mee dat publiek debat trachten te voeden. Dus op een manier die ik... vroeger stonden ze daar minder alleen in. Dus we zijn daar toch blijkbaar wat stemmen, zoals de Orde van Advocaten enzovoort, die ik wat minder heb gehoord, die ik vroeger meer heb gehoord. Dus ik wil de Liga prijzen voor al het werk. Nu, wat ik aan het doen ben op dit moment in mijn werk, is met sectormensen aan het onderzoeken hoe we die gezondheid kunnen combineren met vrijheid. En ik heb daarover al een stuk geschreven in verband met theaterbezoek, met iemand uit de theatersector. En ik ben nu bezig met gelijkaardige stukken met mensen uit de zorgsector en mensen uit het onderwijs. En ik geloof dat een belangrijke denkoefening is. Een moeilijke reflectie, zeker nu. Maar ik ga toch niet morgen aan mijn Nederlandse werkgever zeggen, Tom, dat ze het helemaal verkeerd hebben en dat ze iets doen wat niet kan, want ze kunnen het wel. En ik wil voor mijn theaterbezoek graag €5, want die dingen kosten nu €5. Ik zou willen dat de miljarden die de overheid geeft aan Pfizer, dat die op een andere manier worden gebruikt of veel proportioneler, doelgerichter worden gebruikt. Daar gaan we het strak over hebben. En die prijs kan naar beneden van die zelftesten. En ik krijg die testen op de VUB en in Tilburg gratis. Met dat verschil dat in Brussel alleen de niet-gevaccineerden worden aangespoord om die testen te doen. En die worden ook constant aangespoord om zich te vaccineren. Overbodige boodschappen waar mijn Nederlandse werkgever zich terecht van onthoudt. Allee, dat laatste is ik om u te prikkelen, maar ik wou eigenlijk zeggen dat ik het helemaal eens ben. Ja, voor het moment als academici zitten we natuurlijk hoofdzakelijk thuis, natuurlijk. Maar... Ja, dus ik hoor hier eigenlijk een alternatief model. Ik ga het heel duidelijk stellen, er zijn andere maatregelen bij, maar dus alternatief voor de COVID-safepas, heel veel testen en ventilatie, niet alleen de niet-gevaccineerden, maar tevens ook de gevaccineerden. Waar dat Tom ja, ook erkent van, we moeten heel erg opletten met die maatregel, proportionaliteit en dergelijke, maar toch ziet dat daar voor hem een zeker belang is om wellicht ook richting vaccinatie aan te sporen. Van deze maatregel. Nu, eigenlijk dit debat sluit nauw aan, en zeker met de alternatieven die hier worden genoemd, bij een andere maatregel die ook voor heel veel controverse zorgt, namelijk de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Ik hoorde deze week een arts op de radio die stelde, en dat vond ik zelf toch een beetje extreem, dat in zijn ziekenhuis dat ze lange tijd met etiketjes hadden gewerkt, waarbij dat je enerzijds aan het etiketje kon zien of dat de betrokken arts al gevaccineerd was of niet. En de patiënten begonnen op een bepaald moment te vragen of dat ze alsjeblieft behandeld konden worden door een gevaccineerde arts. Dan hebben ze in dat ziekenhuis toch bedacht dat ze die etiketjes beter konden weglaten. Maar die arts gebruikte datzelfde... ik ga het geen incident noemen, maar dit trieste voorval, om te vertellen van, kijk, eigenlijk willen patiënten op een veilige manier behandeld worden en men schat het onveilig in om door niet gevaccineerd zorgpersoneel behandeld te worden. Dus er is een noodzaak aan een verplichting tot vaccinatie bij het zorgpersoneel. Nu, dit ontwerp ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. En de vakbonden zijn tegen dit voorstel. En zij menen dat het discriminatoire is, omdat het een specifieke bevolkingsgroep dwingt tot vaccinatie. Dus ik wou graag vragen, hoe zien jullie die maatregel? Kan dat de toets van de mensenrechten doorstaan? En kunt je deze specifieke categorie eventueel een andere behandeling, namelijk een verplichting tot vaccinatie, opleggen in tegenstelling tot andere categorieën van de bevolking, waar dat in het algemeen nog niet helemaal het geval is? Ik weet deze maatregel wordt al vele, vele maanden heel actief gevraagd door heel veel verantwoordelijken in de zorg. En ik denk eerlijk gezegd ook door vele personeelsleden, want... ik weet echt niet of dat het syndicaal verzet daartegen, dat trouwens vrij genuanceerd is ook, hè, zo breed gedragen wordt. Dus het wordt al heel lang en actief gevraagd. En waarom is het te verantwoorden? Ja, ik denk dat de reden relatief eenvoudig zijn. Als je in de zorg werkt,
is het uit de aard van je functie onvermijdelijk dat je heel regelmatig nauw in contact komt met bij uitstek kwetsbare mensen. Dat hoort daarbij. Bij voorkeur uiteraard met beschermingsmaatregelen. Niet wanneer dat je zelf weet dat je ziek bent, uiteraard. Hè? Maar er is dat permanent nauw fysiek contact bijna onvermijdelijk. Met mensen, en dan in het bijzonder met mensen die zwak zijn om allerlei redenen. Waardoor dat één, de kans dat een verzorgde een patiëntbesmet groter is, dat ook de kans dat je als verzorgde door een patiëntbesmet wordt groter is. Dus dat is al op zich een reden waarom dat er een onderscheid kan gemaakt worden met de rest van de bevolking. Er zijn nog een paar andere categorieën ook die dat contact hebben, dat weet ik wel. Maar het is toch een toestandheid. Dus ter bescherming van uw patiënten, ter bescherming van uw collega's en ook ter bescherming van het systeem als zodanig is het verantwoord, want ter bescherming van het systeem als zodanig we zitten in onze gezondheidszorg met een reeks capaciteitsproblemen, zeker in deze pandemie, waarbij dat je dus maximaal moet vermijden dat mensen of ziek zijn of in quarantaine moeten gaan enzovoort. Dan nu, daarin helpt vaccinatie. Ik weet wel, en we gaan gans wetenschappelijk debat niet voeren, ik ga vooral uit op hetgeen wat ik hoor van experten die daar al heel lang intensief mee bezig zijn en die het geheel, panoramisch geheel van de wetenschappelijke publicaties bekijken. Nu ja, de kans dat je ziek wordt is kleiner. Ze is niet onbestaan, maar ze is kleiner. Als je ziek bent, is je virale lading kleiner. Ze is ook niet onbestaande, maar de kans dat je anderen besmet is kleiner. En dan, de allerbelangrijkste reden natuurlijk, is de kans dat je langdurig ernstig ziek wordt, is ook kleiner. Dat zijn drie redenen waarom dat vaccinatie gepast is en waarom dat vooral in die groep vaccinatie gepast is. Voor de rest, natuurlijk moet er zoveel mogelijk overtuiging gebeuren enzovoort. Ik hoop eerlijk gezegd dat die al een tijdje bezig is. Bij mensen in de zorg mag je redelijkerwijze hopen dat ook het wetenschappelijk inzicht daarover toch wel vrij breed verspreid is. Misschien moet het nog wat intensiever gebeuren, nog wat met betere persoonlijke contacten. Maar ik denk dat na de vele maanden op actief aandringen van diegenen die in de zorg bezig zijn, dat het inderdaad gepast is om te zeggen, wanneer dat je zorg beoefent, dan is dat iets wat je moet doen. Er zijn bepaalde veiligheidsmaatregelen. Je moet handschoenen aantrekken wanneer dat je opereert. Je gaat niet ziek gaan opereren. Je moet een bepaalde vorming volgen. Je moet je bijscholen. Dan nu vaccineren. Anno 2021 behoort daar ook toe. In die zin denk ik dat dat niet discriminerend is. En overigens, met de nuances die er nu gemaakt zijn, heeft men wel de sociaal-rechtelijke consequenties ook wel afgezwakt. Men heeft ook nog wat bijkomende tijd gegeven. Dus het is ook niet het einde van de wereld. Hè. Dus in die zin denk ik dat dat te verantwoorden is. Zeker in die groep. En ik weet alleen dat er vanuit de sector al heel lang en actief op aangedrongen wordt. Ja. Paul, vaccinatie van de zorg, van het zorgpersoneel? Ja. Ja, hoe sta jij daar tegenover? Dus volgens Tom is het gelegitimeerd omwille van de bescherming van de patiënt, omwille van de overdraagbaarheid van het virus, die volgens hem hoger is bij, niet-gevaccineerden. Dus de vraag is, hoe sta jij daar tegenover? En is er hier een discriminatie of een te sterke inmenging in het recht op fysieke integriteit van zorgpersoneel dat zich niet laat vaccineren? Ja, wel, het is misschien... Nu gaan we met voetnoten gooien, hè, want Tom zegt allerlei dingen zonder voetnoten, maar omdat dat dan min of meer overeenkomt met het heersend beleid, vindt niemand dat vreemd. Maar ik mis die voetnoten heel hard. Hè. En we zitten op een cruciaal moment. En ik zit vanavond. Ik heb deelgenomen aan een documentaire Tegenwind, die op YouTube staat. 2.200.000 kijkers, dus dat is interessant. 6 experts uit meerdere disciplines. En dat is voor mij een zegen geweest, want ik kom zo aan artikels van Nature, The Lancet en God knows what.
En als men dan tegen mij zegt, ja, als ik dan tegen u zeg, is de virale lading van gevaccineerden kleiner dan die van niet-gevaccineerden, waarbij ik dan nauwelijks besef wat ik eigenlijk vraag, maar dat hoor ik dan van mensen zoals Tom had mij dat dan gezegd, dan krijg ik daar ineens state-of-the-art literature review toegezonden. En ik ga dat delen. Dus we ontsnappen er niet aan, dames en heren. Het is technisch, maar heel dat beleid valt terug op voetnoten. Allee, waarbij dat de regering uitblinkt in foute voetnoten, in nietzeggende voetnoten en te weinig voetnoten. Want dus Cienzano, de website, er staan nog altijd documenten op die ik al 6 maanden geleden niet meer relevant vond. Nu, wat is het verhaal? Men heeft op alle mogelijke manieren die niet-gevaccineerden met de vinger zitten wijzen, egoïsten enzovoort. Maar het verhaal schuift op. En nu is het, ze zijn nog altijd een beetje, ze zijn besmettelijker dan gevaccineerden. Niet-gevaccineerden zijn erg, zijn egoïsten, simpel begrip van de vrijheid enzovoort. Maar vooral sinds kort, ja, ze zijn besmettelijker dan de gevaccineerden. En dat verhaal is tot stand gekomen rond juni, als die Delta-variant doorbrak, waaruit bleek dat ook gevaccineerden besmetten. En dat was dus, de consequenties daarvan zijn eigenlijk nooit op een eerlijke manier toegelicht, maar ik wist toen 6 maanden geleden al wat die consequenties waren. Maar de discussie verschuift dan. En dus de boutade, zal ik zeggen, dat er minder virale lading is in de neus van een niet-gevaccineerde dan in de neus van een niet-gevaccineerde, volgt nog. Dus de niet-gevaccineerden hebben hier kwadere dingen en meer in zitten. Dat is op dit moment juist het onderwerp van wetenschappelijk discussie. En het is, en je hoort daar meerdere varianten in. Er is daar een Imperial College-studie, een Amerikaanse studie, een Singapore-studie. Maar volgens de voetnoten die ik heb, schuift het toch op naar het is ongeveer hetzelfde. Dus dan nog een compromisje mogelijk dat de eerste week de 2 evenveel virale lading hebben, maar dat het dan versneld zou verdwijnen bij de gevaccineerden. Dus dat is een, dat geeft toch nog een voordeeltje aan die gevaccineerden, die zijn rapper van hun besmettelijkheid af. Maar er is ander onderzoek dat zegt verwaarloosbaar. Dus ik vind, dat is 1. Daarin verschillen we dus van mening. De virale ladingdiscussie blijven volgen en ze zal nog niet voorbij zijn. Want het gaat over onderzoek waar Frank van den Broeke nog geen tijd voor gehad heeft om het te lezen. Maar het is onderzoek van vorige week, de week ervoor enzovoort enzovoort. En dat moet gevalideerd worden door meer onderzoek. Maar dan is er een tweede reeks wetenschappelijke bevindingen die ik veel belangrijker vind in dit verband. Dat is de resistentie van de mensen die COVID hebben gehad op een natuurlijke manier. Ja? En dat is interessant. Want wat blijkt, dat is dat die mensen die COVID hebben gehad op een natuurlijke manier, en ik ben er zo iemand, hè, dat die een besmettelijkheid hebben van 0-2%, extreem laag. Hè, en dat die mensen dus in staat zijn om ook al die varianten veel beter aan te kunnen. Dat is goed nieuws voor mij. Ik ben heel blij. Beter zelfs dan de gevaccineerden. Dus de natuurlijke immuniteit, zeggen die onderzoeken, en we kunnen de voetnoten op Avanza zetten, zal ik graag doen, hè, is superieur aan die Pfizer-immuniteit, waarbij dat je toch om de 6 maanden nog wat extra geld moet geven aan die puurse jongens, hè, die jongens in puurs die daarmee al onze miljarden gaan lopen. Dus dat zijn toch 2 interessante argumenten. En ik kan nog eens even terug naar mijn 9 soorten argumenten van mensen die zondag zijn gaan betogen. Ja? Er is een hele grote groep mensen die religieuze redenen heeft. Er is een hele groep vrouwen die nog zwanger wilt worden en die terecht zegt, wat gebeurt er met mijn lichaam? Die zitten in de zorg. En er is ook een hele grote groep mensen die COVID al gehad hebben. Veiliger als die laatste groep gaat je ze niet vinden. Ja. En dan zie je dus een debat op televisie waarbij een ancien zegt, ontslacht alle niet-gevaccineerden. En dan komt Walter van Steenbrugge mee in tegenvoorbeeld mensen die om medische reden niet gevaccineerd kunnen worden. Ja, maar die ga ik niet ontslaan. Ja, op die manier missen we de nuance. Dus, en daarom ben ik ook begonnen met een 9-tal argumenten die mensen zondag op straat heeft gebracht tegen de vaccinatieplicht.
En wat ons Jo als voorbeeld gaf in zijn rust- en verzorgingshuis, dat er van de 70 man- en vrouw personeel er 69 tot vaccinatie had kunnen krijgen, met veel inspanning, ook garmen ons Jo, en dat hem die laatste direct ging ontslaan de dag dat hem het mocht van het parlement, dat vind ik een sociaal-democraat onwaardig. Ja? En dat zijn mensen die in de zorg werken, die in de eerste golf hun leven hebben gegeven, waar wij voor geapplaudisseerd hebben. En nu gaan we zeggen, ze moeten buiten, omdat ze zich niet laten vaccineren. Dus ik heb meer vertrouwen in die mensen van de zorg. Ik denk dat die perfect weten hoe dat ze veilig kunnen werken, want ze werken in de zorg. Ik denk ook niet dat die laaggeschoold zijn en dom. Dus daar ga ik allemaal niet van uit. Ik neem die mensen ernstig. En ik denk dan ook, wat Walter van Steenbruggen heeft opgemerkt, dat een preventief beleid, waar gevaccineerde werknemers in de zorg en niet gevaccineerd zich dagelijks laten testen, alle bezwaren kan wegnemen tegen niet-gevaccineerden in de zorg. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan het dominant verhaal van al die mensen in de zorg, die directeurs die alleen maar willen afvinken. Goed ondernemerschap is iedereen vaccineren, maar dat is voor mij een onvoldoende verhaal. Het is veel complexer dan iedereen te prikken. Het is eigenlijk een soort management gebaseerd op luiheid, compliance, bureaucratie. En dus daar ben ik tegen. En ik ben dus ook absoluut tegen dit, ook om politieke redenen. Het zal een begin zijn. We gaan één beroepsgroep het recht om arbeid ontzeggen. Tom zegt, ja, er zijn alternatieven genoeg, of dat is allemaal niet zo erg. Wat heb ik nu dus straks gehoord? Ik vind dat heel erg. Ik vind dat heel erg. Ik doe daar niet aan mee aan beroepsverboden. En dus voor mij is om politieke reden, maar ook om inhoudelijke reden, er geen nood aan zo'n vaccinatieplicht in de zorg. En ik hoop dat het er niet komt. Alleen, dat is nu puur een feitelijke rechtzetting. In het ontwerp zit er dus wel de mogelijkheid dat diegenen die om een of andere medische reden, allergeen, dat die daarvan weliswaar met een omstandig geneeskundig attest van een referentiecentrum zouden kunnen vrijgesteld worden. Dus daar is wel degelijk een vrijstelling voorzien. Hoe groot dat die groep is, dat kan ik niet inschatten. Ja. Voor het overjaar heb ik gemerkt, we zijn hier daarnet dan toch onvermijdelijk in een wetenschappelijke discussie terechtgekomen over de zin van vaccinatie. Ik denk dat ik persoonlijk wel genuanceerd ben geweest. Ik weet ook wel dat er op dit moment, gezien de varianten en gezien de variatiemogelijkheden van het virus, dat er dus gevaccineerden zijn die besmet worden, en dat wanneer ze besmet zijn, zij inderdaad overdrachtsmogelijkheid hebben. Maar al wat ik hoor van mensen die daar vooral hans hun leven mee bezig geweest zijn, Steven Kalle, UZ Gent, Isabel de Roerhoels van het UZ Gent, die geen mensen van de farmaceutische industrie zijn, maar die gewoon daar al heel wetenschappelijke leven mee bezig zijn, met Peter Piot. Dat alles geeft mij nog altijd overtuigende argumenten dat dit inderdaad zinvol en betrouwbaar is. Maar ik luister niet naar die mensen. Ik lees de Lancet, de Medical Review enzovoort. Ah, ja, maar artikel, ja, enfin, één, denk ik persoonlijk, enfin, het is goed dat je de Lancet leest, proficiat. Ik weet niet of we dat als juristen voldoende kunnen begrijpen, maar bovendien, en dat is ook een belangrijke, wetenschap moet je als geheel beschouwen. Dat is niet één artikeltje eruit halen, ze moeten ze in een onderling gaan verband gaan beschouwen. En dat denk ik persoonlijk dat echt gespecialiseerde wetenschappers beter kunnen. En voor het overige, ik heb naar tegenwind gekeken, maar alleen maar naar de aflevering met Paul de Hert, excuus, de anderen heb ik de tijd niet voor. Ja. Dus ik heb er wel naar gekeken. Dankjewel. Okay. Ja. En nu ben ik echt... Het was een mooi landschap, dat moet ik wel zeggen. En de rode aan het water was ook... Ik denk inderdaad, uit die cijferkwestie gaan we hier als juristen niet onderuit geraken. Dat gaat heel moeilijk zijn om te zeggen wie heeft er dan de grootste virale lading. Dus we gaan een beetje moeten uitgaan van mekaars positie, ja, dus, om het te begrijpen. Nathalie, als jurist de mensen zegt, kijk, vandaag is er een preadvies van Veelaarts verschenen. Je kunt die non-discriminatietest zo beïnvloeden. Je kunt het niet loskoppelen. Ja. Maar afhankelijk van uw wetenschappelijke referenties zal er geconcludeerd worden dat er geen ofwel discriminatie is. Dat is een van de insteken. Een andere insteek is die van Walter van Steenbrugge. Zolang er alternatieven zijn voor vaccinatie, is er geen nood aan dit. Dus en dus wat kan ik tegen de mensen zeggen?
Het zal ten dele van wetenschappelijke literatuur afhangen, ten dele van de vraag of rechters geïnteresseerd zijn in alternatieve aanpakken van de gezondheid bij het zorgpersoneel ten aanzien van de patiënten. En de grote kans is dat die rechters rukzichtloos het meerderheidsdiscours waar ik al 10 maanden hoor en wat Tom blijkbaar dagelijks rondom zich hoort van al de mensen die hem noemt, dat zal aanvaard worden. Maar ik ga daartegen vechten. En ik ben wetenschapper, Tom ook, maar ik kom daar wetenschappelijk in opstaan. Een discussie beslechten met verouderd wetenschappelijk materiaal, dat kunnen we niet doen. En in deze kwestie is het zo dat we elke week nieuwe inzichten genereren. En wat mij dus bezighoudt, is inderdaad, en dat leidt mijn eigen werk onder, ik lees zoveel mogelijk die wetenschappelijke inzichten. Die discussie, voor mij, moet zo traag en zo lang mogelijk zijn, want elke dag leren we een nieuw ding, maar elke dag trekken we onze ogen open. En bij mij is dat duidelijk. Ik heb gewacht op nieuwe vaccins. En niet die proefvaccins waarmee we heel Vlaanderen en België hebben geprikt. Er zijn nu vaccins die mijn kritische analyse kunnen doorstaan. En dat is al winst. Er is al meer keuze aan vaccinatie. En ik weet precies welke vaccins ik niet wil en welke ik wel wil. Omdat ik, en dat is ook de wetgeving, ik heb mij geïnformeerd en ik maak een keuze uit het aanbod. En dat aanbod wordt rijker. En dus ook, er komen nieuwe vaccins, vaccins die je via de mond kunt aanbrengen enzovoort. Interessante ontwikkelingen. Maar voor mij nog interessanter zijn de ontwikkeling van behandelingsmethodes. Ja. Dus we zitten nu in een verschrikkelijke periode waarbij iedereen zoekt naar oplossingen, de zorg kraakt enzovoort. Mijn prognose is dat we binnen een jaar door de ontwikkeling van behandelingsmethodes, Pfizer-pillen komen eraan enzovoort, Engeland heeft het licht op groen gezet, ivermectine enzovoort, en door een gepaste opleiding van onze eerste lijn, mensen, want die doen niet aan behandeling nu, die zijn daartegen, want die kwaken allemaal dat vaccinatieverhaal na. Dus ik heb geen hoge pet van onze eerste lijn. Tom, laat mij uitspreken. Maar ik denk dus dat binnen een jaar dat debat wat rustiger gaat worden. Als er andere alternatieven zijn, waaronder medische behandelingen. Oké. Okay. Ja, ik denk, je hebt gelijk dat de proportionaliteitstoets zal afhangen van uw wetenschappelijke gegevens waarop je u beroept. Nu, zowel uw literatuur als ook Tom zijn zich laten omgeven door wetenschappers, acht ik zeer valabel. En ik denk dat de overheid, ik heb precies ook begrepen dat de overheid ook zijn cijfers aan het bijstellen is rond die virale lading. Een aantal weken geleden las ik toch ook wel een onderzoek van onze coronacommissaris die ook zei van, ik zie precies toch iets meer overdrachten bij 65-plussers gevaccineerden. En hij gaf dan aan dat het bij de jongeren dat er minder overdrachten zijn. Dus op dat vlak leest je toch ook wel op bepaalde momenten, ja, stelt ook de wetenschap zichzelf in vraag. Dus is het niet alleen bepaald. Ik vind het niet helemaal correct dat men dat nooit doet. Nathalie, naar iemand die 10 jaar in Siberië heeft geleefd, ik dus, hè, die stelt je niet zomaar gerust. Dus ik ben blij dat er voortschrijdend inzicht is. Ik merk niet dat er veel fouten worden toegegeven aan beide kanten. Ik zal het nog vriendelijk zeggen. Maar ik vind dat ons beleid zeer traag is. Frank van den Broek heeft vorige week voor de eerste keer gezegd dat COVID-safe niet COVID-safe is. Dat is dan onze minister van Volksgezondheid. En ik heb dan ook een petitie getekend tegen die man om hem tot ontslag te dwingen. Dus we zullen zien wat dat geeft. Maar daar heb ik met plezier wegens onkunde mijn naam onder gezet. En ik denk dat in die discussie er vele ontbreken. He, dus ik heb geen immunologen gezien, ik heb alleen maar virologen gezien. Ik heb weinig data-analisten gezien enzovoort. Ik heb weinig sociale wetenschappers gezien. En als ik als jurist met tegenwind ben gevraagd om daarover na te denken, dan opende zich het rijk der mogelijkheden. Wat dat er in de afgelopen 2 jaar is gebeurd en hoe slecht en hoe fout en het gebeurd is en hoe anders het had gekund, dat was voor mij een goudmijn. Ik zie die COVID-safe pas als een onbehoorlijk bestuur. En ik zie daar niks aan fouten aan. En dus, maar die discussie wordt niet gevoerd. We krijgen altijd dezelfde. En Tom heeft ze bedankt. Allemaal mensen die ik verfoei. Heeft Tom bedankt. Die Pierre van Dammes enzovoort. Dus mensen die in een belangrijk adviesorgaan zijn.
elke dag op tv verschijnen, hun eigen adviezen verdedigen en het regeringsbeleid gebaseerd op hun adviezen pushen. Ik vind dat deontologisch niet in orde en ik denk dat de relatie politiek-wetenschap daardoor leidt. Als wetenschapper vind ik dat een deontologisch probleem dat mensen in zo'n belangrijke adviesfuncties op televisie komen. Het is het een of het ander. Over de uitspraak in de media, denk dat de ene daar al wat rustiger en bescheidener in is dan de andere. Overigens komt men dikwijls, niet altijd, hè, maar velen komen naar de media omdat ze gevraagd worden. Hè. Dus, en dat woord moet dat zijn, nee, ik doe het niet, kan niet. Ja, Tom, ik heb juist in een wetenschappelijk begeleidingscomité van het ministerie van Justitie gezeten. Zo vergroeid, ik denk dat heel velen onder hen toch in moeilijke omstandigheden ongelooflijk hard gewerkt hebben, hun verantwoordelijkheid getoond en opgenomen hebben, vaak absoluut onpopulaire maatregelen proberen verdedigen hebben. Misschien hadden ze beter moeten uitleggen, dat geloof ik wel. Maar dat is heus niet zo leuk, niet zo prettig. Dat is niet zo een vorm van machtswellust. Dus velen, denk ik, hebben dat echt wel gedaan uit een vorm van plichtsbewustzijn en van publiek plichtsbewustzijn. En ik denk dat... Het is hier niet aan mij om Frank van den Broeke te verdedigen. Het gaat over een aantal onderwerpen. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld ook veel liever al een ander volksgezondheidsbeleid had gevoerd, of met een aantal andere grote zaken, zoals de hervorming van de ziekenfinanciering, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg enzovoort, was bezig geweest. Maar die pandemie die overal ter wereld woedt, heeft nu eenmaal gedwongen tot een reeks maatregelen die je natuurlijk moet kunnen bijsturen bij voorschrijdend inzicht. Alleen, sommigen zeggen het gaat te traag, sommigen zijn te snel. Er wordt gezegd er moet meer nagedacht worden. Elke dag, niet elke dag, dat is overdreven, maar ik hoor toch wekelijks de ziekenhuisdirecteurs verwijten. Het beleid gaat te traag, is niet moedig genoeg, durft niet genoeg doorbijten. Dat is wat velen in de zorg zeggen. Hè. Normaal had ik nog een vraag over de algemene vaccinatieplicht, maar ik denk dat jullie al door de vaccinatie van de zorg al grotendeels punt hebben gemaakt. Misschien niet helemaal. We kunnen ons ook nog afvragen of het zinvol is, los van de vraag of het kan. Maar ik zou eigenlijk nu vooral willen stilstaan met jullie als juristen bij ons parlement en eigenlijk het publiekrecht, waar dat eigenlijk uiteindelijk een rechter het parlement heeft moeten dwingen om een basis te zorgen voor die coronamaatregelen. En uiteindelijk is het initiatief dan nog gekomen van een wetsontwerp, dus eigenlijk van de regering en de minister. Dan hebben we afgelopen week een aantal oppositieleden nog wat tegengestribbeld met een tweede lezing van een koninklijk besluit, als we dan echt tot uitvoering overgingen. Maar soms vraagt men zich toch af, kan het in een democratie niet anders? Als er zo'n grote crisis is en er moeten zo'n belangrijke beslissingen genomen worden over fundamentele vrijheden, verwachten wij dan niet van onze parlementsleden, het zij van meerderheid, het zij van oppositie, maar dat ze daar elke dag over in debat gaan en dat zij zorgen voor de wettelijke basis. Is dat geen gemis dat er zo getalmd wordt en dat er uiteindelijk dan dat we moeten wachten op het initiatief van de regering en dat dat niet vanuit de parlementsleden zelf komt? Is het natuurlijk een debat op zich en dan misschien dreigt wat technischer te gaan worden. Enfin, ik denk dat het zeker zo is dat men vertrokken is vanuit een kader dat onvoldoende klaar was voor een duidelijke, heldere verhouding tussen uitvoerende en wetgevende macht, tussen de mogelijkheid bieden aan een regering om indien nodig heel snel in te grijpen, maar daar toch de nodige parlementaire controle op te voorzien. En men heeft inderdaad gewerkt met die koninklijke besluiten op grond van wetten van hoe lang geleden? 20, 30 jaar geleden. Dus dat was spijtig. En op zich, denk ik, is dat niet goed. Moet een land daar beter op voorbereid zijn. Het kon inderdaad beter fraaier. Op zo'n moment moet er natuurlijk zeer snel kunnen ingegrepen worden. Echt snel. En dan gaat het om dagen en of soms zelfs om uren. En dan denk ik... Het heeft wel heel lang geduurd. Maar het heeft te lang geduurd, dat is waar. En ik herken dat ook als observator. Het is natuurlijk zo
dat we leven al in een complex land. Heel die problematiek van die bevoegdheidsverdeling heeft nog veel ingewikkelder gemaakt. En ik denk dat het waar is dat over zo'n fundamentele zaken er meer moest besproken zijn in het parlement. Het is natuurlijk ook waar dat het parlement, ja, dat soms puur met meerderheid oppositie en met sommigen vanuit de oppositie, ja, dat puur vanuit een eerder sabotagegericht strategie gaan bekijken. En dan wordt het natuurlijk zeer moeilijk om daar een volwassen debat over te voeren. Maar dat er op zich over een aantal fundamentele zaken niet alleen een echt parlementair debat moet gevoerd worden, maar in de mate van het mogelijke een breed maatschappelijk debat, dat moet mogelijk zijn. En dat zou niet mogen uitsluiten dat als het erop aankomt dat er op sommige momenten op advies van deskundigen heel snel moet bijgestuurd worden, dat moet kunnen. Het een zou redelijkerwijze het ander niet mogen uitsluiten. En wat in elk geval zeker is, dat is dat er hiermee bewezen is dat er voor een goed kader, voor te kunnen optreden in dergelijke situatie, dat er daar een beter en gezonder kader moet voor zijn. Ja. En dat moest er eigenlijk al eerder zijn. Paul, deelt je dezelfde kritiek? Ik was aan het luisteren. En dan komt Tom zijn rustige stem het mooiste tot zijn recht. Ja, dat is prettig. Maar ik zie het weer al anders. Tom, ik vind dat de politiek niet heeft gefunctioneerd. Hè? Te weinig. Ik heb heel veel oppositie gemist, net zoals ik in de media ook dingen heb gemist. Veel heb gemist, eigenlijk. En ik ben nou eigenlijk nogal mild voor de politici. Ja, er is duidelijk een grote druk geweest vanaf de tweede en de derde golf richting vaccinatie als het instrument van de vrijheid. En dat heeft veel doen verstommen. En het vergt moed. En ik denk dat politici binnen... En nu zeg ik iets dat de meeste mensen hier aanwezig niet graag zullen horen, denk ik. Maar ik ben er toch mild voor. Er is geprobeerd om aan politiek te doen, door alle partijen. Maar met het resultaat dat ik partijen heb die ik goed vind en partijen heb die ik slecht vind. Dus ik ben door de politiek wel ergens bediend. Door de media, mainstream, ben ik niet bediend. Dus een 0/10 voor de media en een 5/10 voor enkele van de partijen die mij wel hebben bediend. Dus er is aan politiek gedaan. Het zit in de nuances. De liberalen hebben Lieve Annemans trachten binnen te brengen als expert bij die virologen, wat door die verschrikkelijke beroepsgroep is verhinderd. Ze hebben die mens direct buitengepest, bij wijze van spreken. Dus maar een voorbeeld, maar toch één puntje voor de liberalen. De N-VA heeft getracht het onderwijs open te houden en die angst te doorbreken door een normaal schoolbestaan te kunnen geven aan onze kinderen. Krijgen ze ook een puntje van enzovoort. Er is op het niveau van het Brussels gewest vanuit groen en ecolo tegengas gegeven. Covid-safe pas niet vanaf 12 zoals in Vlaanderen, maar vanaf 18, wat voor mij een heel belangrijk verschil is. Want ik wil dat onze minderjarigen niet weten wat een identiteitscontrole is. En zo zijn er kleine dingetjes geweest. Maar owee, de politicus die echt over alternatieven denkt, die wordt afgeslacht. En dat is pas nu aan het veranderen. We zitten aan de Franstalige kant met minister van Onderwijs van de Partie Socialist, die het testen en de organisatie van de lagere scholen enzovoort helemaal wilt herkijken en het virus vrij wilt laten circuleren. Dat is geen kleine politica die dat voorstelt. Dat is iemand van de Partie Socialist in Wallonië enzovoort, die daar ook wat heeft gelezen als jurist. Maar denkt, het alternatief, wat is dat? Dat is blijven die kinderen koppelen aan een heleboel maatregelen, terwijl zij geen enkel gezondheidsrisico zelf lopen. Maar alle risico's zitten bij de hogere leeftijden en de risicogroepen. Dus er gebeurt wel aan politiek, maar het is moeilijk en het wordt precies vandaag terug een beetje mogelijk. En ik heb dan ook geschreven in een krantje, maar ik kan niet zeggen welk krantje, want dan word ik op de VUB ontslagen. Maar ik denk dat het op de markt komen van medicijnen tegen COVID, bij de mensen die er last van hebben, en zo is het ook door een immunoloog genoemd, een gamechanger is. Dus als we dat virus een plaats kunnen geven, als iets dat
niet ongevaarlijk is, slachtoffers kan maken, maar behandelbaar is en moet gekoppeld worden aan preventie, hè, dat we dan misschien een wat nuchterder gesprek krijgen over wat we moeten doen, wat in de voorbije 10 maanden niet mogelijk was. Dus dat moeten we vaststellen. Dus ik ben niet zo slecht, dus niet zo negatief over de politici, maar ik kan heel veel mensen begrijpen die niet bediend zijn geweest door de politiek. Het Vlaams Belang heeft zich niet uitgesproken omdat het slapend rijk kon worden van alle proteststemmen enzovoort die het al een paar jaar aan binnenhalen is. Dus dat is niet fijn van het Vlaams Belang, want mensen hebben vragen over politieke standpunten rond die vaccinatie en ik had het liever gehad dat ze het hadden gedurfd. En ze hebben het niet gedurfd. Dus in mijn waardering van hoeveel punten geef ik nu aan welke partij, heeft het Vlaams Belang een onvoldoende gehad. En zo zijn er nog een paar, maar daar raad ik u voor aan om eens heel foute weekbladen te lezen, want daar sta ik dan tegenwoordig in, omdat je bij die mainstream met intelligente observaties sowieso gemeden wordt. Hè. Als ik mijn eigen observaties intelligent mag noemen. Maar dus ben ik streng voor de politiek? Ik weet het niet. Wat ik nu wel vaststel, en daar wil ik toch mee afronden, ik heb gejubeld, Nathalie, toen de oppositie vorige week getracht heeft die pandemiewet onderuit te halen. Niet die pandemiewet, want er staan een paar goede dingen in. Ik heb hem gelezen en bestudeerd. Maar de toepassing van de pandemiewet. Ik had veel liever gehad dat gezondheid, een typisch politiek onderwerp, in de zorg denken ze daar anders over, maar dat is pure politiek, dat dat nu op het niveau van de 3 deelstaten van België was de bevoegdheid was gebleven. En we waren mooi bezig, want met die COVID-safe, COVID-fake-pas zag je dus belangrijke verschillen tussen hoe Brussel dat deed, liberaal-groen, hoe Vlaanderen dat deed, N-VA centrum-rechts, en hoe Wallonië dat deed, bang en socialistisch toen. Dus interessante verschillen. En het was dan ook prachtig om te zien dat de verenigde oppositie zeer succesvol, geen tweede lezing, of omwille van die tweede lezing, die toepassing van die federale fase heeft onderuit gehad. En met een juridisch trucje heeft men eigenlijk de toepassing van de democratie geblokkeerd. Dus mijn voorstel is, schaf niet die pandemiewet af. Schaf ook niet dat parlement af, want ik vind dat dat op die moment heeft gefunctioneerd. Maar laten we die federale fase zo snel als mogelijk onderuit halen en het terug naar de gewesten gooien, waar tenminste dan politiek kan gedaan worden. Een zeer straffe uitspraak. Dat de bevoegdheidsverdeling het allemaal zou oplossen. Ik zou graag willen overgaan naar een aantal vragen van deelnemers, maar ik zal dat zeer kort doen, want we hebben al lang gepraat. Dus ik ga er enkele zaken uithalen. Er zijn heel wat vragen over besmettingen en overdracht. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons. We hebben het tegenovergestelde gezicht en heel moeilijk voor ons om te zeggen wat dat er hier nu waar is of wat dat er onwaar is. Dus dat vind ik moeilijk om die vragen aan juristen te stellen. Maar de vraag is wel, en dat is zo daarnet al gesteld, en dat vind ik wel een interessante vraag, dat het debat vernauwd is tot een debat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En dat het lijkt alsof dat mensen in 2 kampen worden gezet, maar dat er zo'n grote nood is aan een verbonden samenleving. En daar wil ik graag even ook de ongenuanceerdheid van de media over die verbondenheid in heel veel vragen komt dat aan bod. En ik wou graag aan jullie vragen van, gelet op het feit dat er nu een beetje 2 kampen lijken gevormd te zijn, wat afgelopen zondag ook een duidelijk ongenoegen is geuit door de betogers. Wat zijn wegen daaruit? Wat is een weg daaruit? Misschien zijn er al een aantal elementen gezegd. Maar hoe komen wij uit die polarisatie en hoe kunnen wij in een crisis waar dat we allemaal eigenlijk in zitten en mee te kampen hebben, mee moeten omgaan, hoe kunnen wij terug elkaar vinden en kunnen we eigenlijk iedereen aan boord nemen zoals het in het begin van de crisis zo mooi het geval was? Ja. Ik denk dat niemand daar het unieke recept voor kent. Praten, luisteren. Ik luisterde gisteren eventjes naar de vrouw van Pieter Piot van de Vaccine Confidence Project, die natuurlijk wel een
project is hoofdzakelijk om het vertrouwen in vaccins te vergroten, maar die in elk geval zei, ja, probeer eerst eens te luisteren en toch in te schatten waarom dat mensen twijfel hebben en ook waarom dat mensen boos en kwaad zijn. Ik ben er wel van overtuigd dat diegenen die gisteren naar Brussel geweest zijn, persoonlijk vond ik dat erg dat er bijna evenveel waren als op de klimaatbetoging, wat in mijn ogen een groter probleem is. Maar enfin, alle begrip voor diegenen die daar geweest zijn. Men zal daar wel om heel veel verschillende redenen geweest zijn en de individuele motivatie zal verschillend geweest zijn. Misschien is het ook wel een soort accumulatie van ongenoegen. Vele mensen hebben in de eerste golf natuurlijk hun inkomen zien dalen, familie niet gezien, sport niet kunnen doen. Nee, dat was voor niemand de eerste en tweede golf. Dus, en blijven daarin met een ongenoegen. Maar u vraagt, ja, wat kunnen we doen? Luisteren, begrip hebben. Maar tegelijkertijd denken en misschien ook moeten wetenschappers trachten op een open, bevattelijke manier nog beter uitleg te geven. Ik denk dat daar wat pogingen voor gedaan zijn, maar ze zullen waarschijnlijk niet voldoende zijn. Misschien ook een keer hun onafhankelijkheid gaan aantonen. Ik begrijp wel dat er wat wantrouwen is ten opzichte van Big Pharma, maar het is nu heus wel niet zo dat al diegenen die vaccinatie verdedigen, ook de artsen daaraan verkocht zijn. Velen doen dat echt wel in volle autonomie uit het wetenschappelijk onbevangenheid. Misschien moet dat nog meer aangetoond worden. Ja. Het zijn maar een aantal wegen daarnaartoe. Ik denk niet dat het gesprek ten einde is. En men ontmoet elkaar natuurlijk wel nog op de werkvloer en in families. Wat misschien ook er niet toe bijgedragen heeft, is dat we door de aard van de maatregelen elkaar minder zien en meer communiceren via sociale media en elektronisch. En dat draagt niet altijd bij tot heel veel begrip, dat weten wij ook. Een harde post op een Facebookpost, een harde mail, een kwade Twitter, ja, is polariserend, kwetsender, harder dan het gesprek dat je kunt voeren op café bij een glas wijn, een pint of een kopje thee of een kopje koffie. Dat denk ik wel. Ja. Het onthouden ook van straffe Facebookposts. Paul, wat is uw recept om uit de huidige polarisatie te geraken? Wel, ik ben het helemaal eigenlijk eens met Tom. Ik denk dat in gesprek gaan, maar ook op de media, hè, heel belangrijk is. De mensen moeten zich herkennen in hun politieke partij, in hun land, in hun beleid enzovoort. Met min of meer, hè. Er moet daar een voice zijn. Het gevoel hebben dat je een voice hebt. Het klimaat, dat houdt ons allemaal bezig. Dat is terecht dat dat onderstreept wordt, dat er geen plan B is. Massavaccinatie en de klimaatdiscussie, we hebben dat vandaag niet kunnen voeren, dat gesprek, hebben wel iets met elkaar te maken. Hè. Een geloof in natuurlijke immuniteit, hè, heeft wel iets te maken met ook een zekere visie hoe dat de mens in deze samenleving moet staan. Dus ik wil toch zeggen, er is een kleine link die ik zie, maar dat is vandaag niet aan de orde. Maar ik geloof dus niet in massavaccinatie. Maar laat het me duidelijk zijn, ik geloof wel in vaccinatie. Ja? Als keuze en als een aanbevelenswaardige keuze voor risicogroepen en ouderen. Ja? Dus daar, maar dan nog, hè? Het uitgangspunt van de wet op patiëntenrecht is geïnformeerde toestemming enzovoort. Als iemand van 78 mij zegt, ik heb dat niet nodig, hè? Dan ga ik dat nog respecteren. Dus we moeten ook wel rekening houden met het feit dat mensen voice hebben, dat mensen ook in die groepen een keuze hebben. En we zien nu inderdaad bij de cijfers van Cienzano, het is allemaal de Delta-variant en het zijn allemaal mensen met onderliggende factoren. Allemaal. Hè? Dus laten we... Dus dat wil verschillende dingen zeggen. Dat wil zeggen dat Van Gucht, die nog altijd doet alsof de Delta-variant niet bestaat, dat hem toch eens dringend zijn discours moet veranderen. Dat zeg ik met bitterheid. Maar dat wil ook zeggen dat we niet uit het oog moeten verliezen dat daar dus dat daar groepen echt wel last hebben van dat virus. Dus van, dit virus is een opdracht voor die groepen. En dat is, het lijkt de mazelen, een probleem zijn voor de kinderen.
Dus, en ik ken mensen en die zeggen... Iemand vertelde me, een gepensioneerde vrouw, ik kan dat niet tegen als jonge mensen elkaar omhelzen. En ik zeg, ja, Dominique, want zo weet je, maar dat gaat. Hè? Dat gaat u... Het is niet hun probleem, hè? Dat virus. Het is uw probleem en mijn probleem. Ja? Dus laten we... Waar gaan we elkaar vinden? Rond gezondheid. Hoe gaan we elkaar daar vinden? Door, zoals ik probeer, met mensen van de sector in gesprek te gaan en na te denken over al die zaken. Naar een geïntegreerde oplossing, rekening houden met het feit dat er meerdere oplossingen komen. Dus ik geloof wel dat die oplossing zich aandient. Vaccinatie, in mijn opinie, zal verdwijnen in een pakket aan andere maatregelen. En ik hoop dan dat we dat debat over die verplichting even kunnen uitstellen. Maar ik denk dat we elkaar kunnen vinden rond gezondheid. Ik heb vrijdag samengezeten met collega's, gevaccineerd en zeer argwanend. Ze hebben met plezier die zelftesten bekeken. Ze hebben met plezier mijn CO2-meter bekeken. En ik denk dat dat heel goed gegaan is, terwijl ik niet gevaccineerd ben. En volgens sommigen besmettelijker ben, omdat ik meer in mijn neus heb zitten. Alhoewel, dus dat, van die onzin blijf ik maar horen. Maar los daarvan, dus ik denk vooruit en ik denk dat we er komen. Ja, ik denk dat we er komen en dat we binnenkort terug met echte, met andere problemen kunnen bezig zijn, waardoor die aandacht die we nu hebben aan dit virus... Gewoon zal wegdeemster. Dat is mijn... Er is evenwel in die COVID-kritische literatuur wel een strekking die zegt dat door altijd maar vaccins af te schieten op dat virus, dat het steeds virulenter zal worden. Ja? Ja? Dat zullen we dan een keer met die wetenschappers moeten bekijken. Dat is wel een dystopisch beeld. Hè? Dus maar ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Ik ben dan toch optimistisch dat we dankzij al die jongeren en natuurlijke vaccineren, misschien ook natuurlijke immuniteit, misschien ook door de gevaccineerden en hun kunstmatige immuniteit, dat we dat virus kunnen ontmoedigen en dat er andere virussen komen enzovoort. Dat zou kunnen, dat het op de achtergrond verdwijnt. En dan stel ik toch voor dat we die afgelopen 10 maanden en die afgelopen 2 jaar eens heel kritisch gaan bekijken. Politiek, wat heeft die gedaan? De zorg, hoe hebben die gereageerd? En de crisis en de moeilijke punten van de zorg nu eindelijk op tafel leggen. Worden die niet rijk van al die dingen? Zijn die wel streng genoeg bij het binnenlaten van mensen op de intensive care? Want dat is een punt dat heel heikel is in België. Hebben wij geen overconsumptie van onze medische dingen? Ik hoop dat al die zaken in die discussie betrokken worden. De rol van de media is iets dat ik heel belangrijk vind. En mijn heel eenvoudige tekstanalyse wil ik toch eens nagaan. Wie de VRT, wie de VTM... Wie de Morgen, wie de Knak en wie de Standaard in de voorbije 10 maanden het woord heeft gegeven. Ja? En hoeveel plaats dat die hebben gekregen. En of daaruit blijkt dat er enigszins een dialoog was. Dus, en ik denk dat het antwoord nee is. Ja? En ik denk dat Van Tilo en anderen, dat een wake-up call voor ons is. Onze kranten en onze media zitten geconcentreerd. En ik denk dat we de free speech... En België, dat we dat toch nog eens moeten bekijken. Ik ben er niet gerust in. Maar ik ben dus wel gerust in een toekomstvisie via dat thema van gezondheid. Het ernstig nemen van de claims van ouderen en van risicogroepen. Denk ik, ik sluit niet uit dat we, als we dat als uitgangspunt nemen, toch elkaar vinden. Ja? Dus dat is wazig, maar ik heb het willen toelichten... Met voorbeelden. En wat doen we nu met de discotheken? We gaan aan iedereen testen vragen. Ja? Sommigen willen de niet-gevaccineerden buiten houden, maar dat vind ik dus heel flauw. En het argument is nu, we gaan de niet-gevaccineerden buiten de discotheken houden, want die mensen zijn zo besmettelijk, dus we gaan voor hun zorgen door ze te verbieden om discotheken binnen te stappen. Ja, dan word ik even heel trist natuurlijk, want die heeft er niks van begrepen. En dat is misplaatste bezorgdheid voor mensen die heel goed weten wat gezondheid is. Enzovoort. Dus al bij al, ik geniet van de oproep tot gesprek. Ik was heel blij om te kunnen praten met Tom. En ik ben ook blij dat ik mijn afspraak met de afspraak heb afgezegd, want die verdienen een 0/10 voor de manier waarop dat ze hun debatten hebben georganiseerd. En Nathalie verdient een 10/10 van mij. We zijn alleszins blij dat de sprekers zijn gekomen. En ik heb ook geprobeerd om iedereen te laten uitspreken. Het is natuurlijk een heel moeilijk debat geweest, ook vanavond, omdat wij uiteindelijk altijd stranden bij wat is de wetenschap. Hè? En
ja, wat is het vertrouwen en het geloof in de wetenschappelijke argumenten die ja, ons worden aangereikt. Dus als we daarop van mening verschillen, wordt het als jurist heel moeilijk om ja, te zeggen waar dat de waarheid ligt. Ik onthoud hier ook de zorg van ons allen voor in het bijzonder de kwetsbare groepen en de ouderen in de samenleving. Zij het dan via testen, zij het via vaccins. Dus van deze, ja, via deze weg ook een warme oproep om ons allemaal zo voorzichtig mogelijk te begeven voor de komende weken, nu dat het toch weer er niet zo heel erg goed aan toe gaat in de ziekenhuizen. Er zijn heel veel vragen gekomen via de chat en ik heb helaas, doordat ik de sprekers ruim of te ruim antwoord heb gelaten, niet alle vragen kunnen stellen. Ik hoop dat de mensen ook wel wat met elkaar hebben kunnen praten. Dan merk ik toch een beetje wat ik zie passeren. Ik zou er toch voor opteren om hier af te sluiten, om geen ellenlange debatten te houden, wat ook niet goed is voor onze gezondheid, om te lang online te zijn. Dus ik dank graag namens de Avanzas Tom Balthazar en Paul de Hert voor hun deelname aan dit gesprek. En ook iedereen vanavond aanwezig om te luisteren naar de verschillende kanten die vanavond genoemd zijn. Hartelijk dank. Dank je wel.